Bij een brand in Bergijk is dinsdagmorgen een vrouw om het leven gekomen. Medewerkers van de thuiszorg ontdekten de brand bij het huis aan de Jan Roeststraat toen ze daar rond 7:10 aankwamen. Ze hebben het slachtoffer snel naar buiten gebracht en nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht helaas niet meer baten. De toegesnelde brandweer wist het kleine brandje snel te blussen. Over de oorzaak van de brand die in de woonkamer ontstond is nog niets bekend. De politie is begonnen met een onderzoek.